YouTube, what up? Ik heb altijd geroepen dat als ik het originele glas van de Ghouls kanon in handen kon krijgen, dat ik ook daadwerkelijk een Ghouls kanon ging reviewen. En zie hier het glas uit, ik meen 1997, toen Ghouls kanon nog onderdeel was van een zestal speciaal bieren die destijds gereleased werden. Op Beugel toen nog, helaas vandaag de dag, is het niet meer. Het is misschien wel een van de bekendere halve liter blikken. Ik heb hem gewoon op fles, scheelt toch weer een paar centjes. Misschien minder effectief als ze zijn de alcoholistenbier, zwerverbier. Maar uiteindelijk gaat het toch vooral om de smaak. En natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de neus. Voor een bier van, met een percentage van, goede voorbereiding weer dit, lekker gewerkt, alcoholvrij misschien, met een percentage van 11,6% is hij behoorlijk licht, moet ik zeggen. Hij doet bijna pilsachtig aan, net iets stroperiger misschien, net wat, die kleur is net wat gesatureerder dan een normaal pilsje is. Maar op zich doet hij niet onder voor een reguliere pils, we gaan naar de neus. Hij ruikt ook vooral heel erg als een pils. Als een zoet pils. Klein beetje dat broodige, moutige erin. En de neus. Is het eigenlijk een best oké zoetige substantie. Een beetje dat zoeter uit een blond bier wat je daar herkent. Dat moutige, dat broodige. Ik had wel verwacht dat die veel intenser zou zijn, dat die alcohol zo overheerst in de neus. Maar niks van dat alles. We gaan hem ook gewoon proeven. De Ghouls kanon, volgens mij heb ik het nog niet eens gezegd, of misschien wel. De Ghouls kanon, volgens mij een lager. En dan dus de strong variant van 11,6%. Proost. Nou, in de smaak is hij dan vooral intens. Als je net binnenkomt, denk je, oh ja, er zit wel een scherp zoet randje in. En als je hem dan doorslikt, dan merk je wel die extra alcoholboost die aan het bier toegevoegd schijnt te zijn. En zo op de nuchtere maag moet ik zeggen dat dat behoorlijk zwaar binnenkomt. En dat alcoholische, dat gaat voor mij al heel snel tegenstaan. Het is vooral dat. Pilsachtig, tikkeltje zoeter en dan echt een kick aan alcohol erachteraan. Echt dat scherpe, niet interessante, boozy karakter. Dus je denkt, ja, dit, ik kan wel voorzichtig aan zeggen dat dit iets is dat binnenkomt. En ik heb het idee dat ik daar niet heel erg vrolijk van word. Daarmee denk ik ook dat ik me wel voor kan stellen dat het verwarmend werkt. En dat het een efficiënte variant is om relatief goedkoop, relatief grote hoeveelheden alcohol tot je te krijgen. Dus voor een specifieke doelgroep. Denk ik dat dit zeker een noodzaak is niet het goede woord, maar dat past er mooi in de zin. Maar een purpose heeft. Ik vind het toch wel vooral. Op zich, als hij door de mond heen rolt, is het nog wel wat zoeter. En dat je denkt, oh, dit gaat nog wel, maar dat doorslikken is toch wel echt de straf voor mij.
met de kersenbier naar je mond toe brengt en dan die neus denkt, ja, dit is nog best een zoet zacht bier. Het kan nog richting een soort van blondje gaan. Het kan nog best leuk worden, maar het is een straffe jongen te noemen. Gekheid. Helemaal niet. Ook de. Kijk goed hier. Er is helemaal niks aan. Nee, maar even echt van de gekheid. Het gaat kijk goed hier. Er is helemaal niks aan de hand. Maar na zo'n kanon kon ik het eigenlijk niet laten om niet nog wat extra sterke bieren te reviewen. En waar je dan natuurlijk niet onderuit kan, is deze Schultenbrouw van 12%. Dus die gaan we dan ook even openen. En kijken hoe die bevalt ten opzichte van de kanon of op zichzelf staat. Maar smaak heb ik vooral te weten dat de pilsbasis, zeg maar de lage ondertoon, wat minder karakter heeft, wat minder schoen heeft, waardoor het bier wat anders op mij overkomt. Nog steeds dat zoete, minder intens zoet, maar nog steeds wel zeker zoet. En doordat hij minder intens is, is hij misschien ook wel lekkerder. Ik vind wat ik al zei, de lage ondertoon vind ik wat minder. Het pilskarakter spreekt wat minder. Hij is wat bijna een soort van, alsof je een soort light pils drinkt. Dunner pils. Maar qua. En de alcoholboost is misschien ook wel minder, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik inmiddels gewend ben aan die kanon. Dat deze, die boost, die aftertouch die dit bier zeker heeft, minder intens binnenkomt, dus subtieler binnenkomt. Maar ik vind hem nog steeds niet. Ik zou dit geen lekker bier willen noemen. Daarbij moet gezegd worden dat ik ook niet het idee heb dat de intentie is van een bier als dit, dat lekker zou moeten zijn. Ik denk dat eerst en vooral het alcoholpercentage deze bieren moet dragen. En dat daarna pas dingen als smaak en zo toegevoegd worden. En dat dit bier gewoon een ander soort doelgroep heeft dan de gemiddelde speciaal bier drinken en dat soort zaken. Wat ik misschien met dit filmpje ook wel gewoon heb aangetoond. En misschien ook wel niet. Misschien sla ik de plank volledig mis. Geen idee. Maar dat is in ieder geval hoe deze bieren voor mij in de media bestempeld worden. Denk aan Willem Kanon. Denk aan Nieuwkind dan niet. Die drinken pure Schultenbrouw. Maar het karakter wat er omheen heerst,
is natuurlijk niet heel, heel positief. Maar om nou alleen een Schultenbrouw, echt het uitschot, het C-merk, het huismerk van de Aldi, te vergelijken met het premium bier van Goolz, op dit vlak dan in ieder geval, dat is misschien wat kort door de bocht. Dus we hebben er gewoon voor het gemak nog één meegenomen. En dat is deze Extreme van de Bavaria 8.6 lijn. Dus Bavaria, is het nog wel Bavaria? Ik was in ieder geval in de veronderstelling dat 8.6 onderdeel was van Bavaria. Ik kan het zo gauw in ieder geval niet terugvinden. Maar dit is dus een soortgelijk bier. Hallo. Hallo. Dit is dus een soortgelijk bier. Intense Strong Beer Extreme van 8.6. En deze bevat een alcoholpercentage van 10,5%. Ook weer een halve liter. Voor mij ook weer in dezelfde prijskategorie. En we gaan hem gewoon weer proeven. De ruik is met een blik wat lastig, maar deze ruikt wel anders. Deze ruikt fruitiger, zou ik bijna willen zeggen. We gaan hem proeven. De 8.6 Extreme Intense Strong Beer van 10,5%. Ook weer een lager strong beer. En deze heeft echt wel een noemenswaardig ander karakter. Minder die boozy aftertouch. Hij is dan ook wel 1-2% minder dan die andere twee bieren. Ook, ik heb ook het idee dat hij minder de lager spreekt, zeg maar minder het pils karakter. Als je maar een paar keer doorslikt, heb je nog steeds zoiets van ja, dit komt wel binnen, dit is wel scherp. Maar al met al, doordat hij is iets fruitig, hij is ook wel zoetig, niet heel bitter. Die anderen zijn wat bitterder, maar dat wordt overklast door de zoetigheid. Maar dit bier is daadwerkelijk niet heel bitter. En van de drie bieren die ik hier dan heb staan, ben ik haast gezegd geneigd om te zeggen dat ik deze dan het lekkerst vind. Ik zou het nog steeds niet iedere dag willen drinken. Ik ben er nog steeds geen groot voorstander van. Geen liefhebber. Maar deze, ja, van de hoogalcoholische lagers die beschikbaar zijn in supermarkten, waar ik weet van heb, bevalt deze mij dan het best. Ja. Fruitig vooral. En dan heel, heel subtiel die boozy aftertouch, die hem wel een beetje wrang maakt. Maar als je dan weer een nieuwe slok neemt, heb je weer dat fruitige. En als je dat gewoon een beetje veel blijft roleren, dan gaat dat volgens mij alle aardig. Ga ik het dan gewoon ook bij laten. Is tenslotte carnaval. We moeten door. Als ik me niet... Rest me nog de prijs. Als ik me niet vergis, was de kanon op fles, dus dat is 30 centiliter, 1,09 euro. En volgens mij op half liter blik 1,79 euro. In ieder geval in de reguliere prijzen bij de Albert Heijn. Deze 8.6 was volgens mij 1 euro bij de Albert Heijn. 99 cent. En de Schultenbrouw extra zwaar bier was ook 99 cent bij de Aldi. Daar overheerst echt het zoet in. Dat zoetere, licht boozy. En dan nog een bittere pilskarakter, terwijl deze echt wel een eigen steltje. Wat ik al zei, dat was hem. Ik zou zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Allah.